Waar dat iemand dan wel zeer geschikt voor is, is om te zeggen, we gaan stelselmatig door andere contentstukken toe te sturen, door nog informatie te delen, door nog de mogelijkheid om zich in te schrijven tot een webinar, een infosessie, een online omgeving waar dat de content te raadplegen valt. Om dan te zorgen dat je altijd een stapje meer of een next step informatie kunt ontvangen. Bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn dat je in een tweede conversiepunt, ja, bijvoorbeeld voor de inschrijving van een nieuw webinar, kunt vragen van, kijk, wat is op dit moment je grootste uitdaging? Of, stel dat je in vastgoed zou zitten, in welke regio zit je geïnteresseerd? Of, wanneer zou je misschien ooit je droom willen waarmaken? Zodoende dat je eigenlijk dat profiel begint aan te vullen, en op basis daarvan nieuwe segmenten kunt maken en je e-mailcommunicatie verder kunt gaan personaliseren. Stel dat iemand zegt, ah, ik zou graag een tweede verblijf op een termijn van 6 maanden willen aankopen en ik zit in die budget groot door te denken, ja, dan kan het op een gegeven moment wel relevant zijn dat je panden laat zien binnen een bepaalde budgetgrootte en niet daarboven, niet daaronder. Dus je kunt je communicatie gaan personaliseren stelselmatig, maar e-mail kan ervoor zorgen dat je die data kunt gaan beginnen aanvullen. Je kunt gaan beginnen verrijken. Ja, en dan is het klikgedrag gaandeweg dat u helpt om aan progressive profiling te doen. Dus dat profiel meer en meer te gaan vormgeven en te gaan meer te weten over het individuele contact. Maar dat is dan een aanvulling, maar gewoon puur op die e-book dan inderdaad het verwachten van, en nu gaan we die, om in uw voorbeeld te blijven, panda van €600.000 beginnen toesturen. Ja, op basis van wat is dat? Dat heeft totaal geen basis, ja, natuurlijk. En die valkuil zit dan, als we dan terugcirkelen aan het begin, die valkuil zit meestal bij het begin als ze zeggen van, als ze in een van die twee pistes hebben, dan straks gezegd, ofwel zitten we vandaag bezig met, we sturen 1 mail uit per maand, ofwel we gaan eens heel diepe, heel verre workflows uittekenen. Vaak wordt daar al die fout gemaakt van, zonder eigenlijk iets te weten over dat contact, gaan we niet gepersonaliseerd workflows beginnen bouwen, waar we eigenlijk niet van weten of dat gaat resoneren, want we kennen dat profiel nog niet. We weten te weinig van dat contact om relevant te zijn. Dus daarom, keep it simple en probeer het aan te vullen naarmate dat je e-mailcontacten begint op te bouwen. Ja.